Discriminatie in het Eindhovense uitgaansleven moet keihard worden aangepakt. Dat vindt de gemeenteraad. En dat betekent de kroeg gaat dicht als horecaondernemers 3 keer de fout ingaan. Op het moment dat discriminatie daadwerkelijk bewezen wordt, dan zeggen wij 3 strikes out. Dat betekent dat er een moment moet zijn dat het op een gegeven moment echt afgelopen is. De meeste horecaondernemers hier in deze stad, die doen het prima. Het zijn enkele horecaondernemers die denken dat ze zelf mogen bepalen over hun zaak. En dat mag tot een bepaalde hoogte. Zodra je komt aan mensenrechten, zodra je komt aan grondwettelijke vrijheden, dan zeggen wij hier als politici, als volksvertegenwoordigers, tot hier en niet verder. Op stratum zijn signalen dat er soms gediscrimineerd wordt. Een aantal expats zou de deur zijn geweigerd. Volgens de PvdA staan de incidenten niet op zich. Het is zeker een probleem. Wij zijn hier in de gemeente Eindhoven, maar niet alleen hier in onze stad, maar in heel Nederland, al decennia lang met elkaar aan het discussiëren over het verschijnsel discriminatie. En we houden er allemaal heel veel mooie, beschouwende verhalen over. Maar ik denk dat we nu moeten zeggen tot hier en niet verder en moeten komen tot concrete maatregelen. Ja, er zal vast en zeker wel eens een keer gediscrimineerd worden op stratum zijnd. Maar zoals het hier nu vanavond wordt voorgesteld, is het wel erg heftig. En daar wil ik wel pas op de plaats maken om dat meteen zo groot te maken. De cijfers wijzen het niet uit. Er is 1 keer aangifte gedaan bij de politie in de afgelopen tijd en 2 keer bij RADAR, het antidiscriminatiebureau. Daarmee zet je al zwart op wit dat er een probleem is. Ik vind dat dat nog niet is gebleken en dat we eerst maar eens met die ondernemers moeten gaan praten. De ondernemers op stratum zijn met elkaar in gesprek om discriminatie in de uitgaansstraat tegen te gaan. Toch gaat het sluiten van de tent na een aantal waarschuwingen wellicht iets te ver, vinden ze. Ja, wordt makkelijk geroepen. Ik denk dat het in de waarheid of in de werkelijkheid iets genuanceerder zal moeten gaan. Neem niet weg dat mensen notoire overtreders moeten daar gewoon op aangesproken kunnen worden. Wethouder Torunoglu gelooft vooral in de dialoog tussen onder meer gemeenten, ondernemers en uitgaanspubliek. Ook wijst hij erop dat er vaker melding moet worden gedaan van discriminatie. Er is ook een bepaalde vorm van, het heeft toch geen zin om te melden, want het wordt toch niet opgepakt. Daarin denk ik wel dat we slag moeten maken om te kijken hoe je de meldingsbereidheid kunt vergroten en daarmee dus ook een beeld gaat krijgen van hoe de grootheid van het probleem. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Er is al gezegd, meld discriminatie.nu, er zijn apps, er is WhatsApp, er is een nummer die je kunt bellen. Nou, dat moet veel meer bekend worden bij de mensen die mogelijk gediscrimineerd kunnen raken. Volgende maand gaan gemeenten, de horeca, studenten en expats met elkaar in gesprek. Daarna staat het onderwerp opnieuw op de politieke agenda.